heeft u een pakket? Nee, maar het is maar voor even. Ik heb hier een afspraak, ik ben maar een half uur weg. Daarbij, er zijn genoeg plaatsen in Gent, dat is altijd vrij. Ja, maar dat is juist de bedoeling voor mensen met een beperking. Dus ik zou toch willen vragen om u ergens anders te pakken? Nee, zeg, ga beginnen. Zeg. Dat leeft op de kap van de staat dat gans jaar. Eh? Eh? Sorry, eh? Laat die kreupelen toch gewoon thuis. Voor wat? Omdat je onbeleefd bent. Die meneer vraagt beleefd voor u te verzetten. Maar ik had hier plaats, joh. Er zit onbeleefd in, hè. Het is toch waar, hè? Ja, ze zijn voorzien ervoor, dus ja. Wat zeg je? Dat die plaatsen ervoor zijn voorzien. Ja, maar ja, het is vrij. Ja, als er straks iemand komt, ja. Ja, wat dan? Moet ik in dat geval die meneer wel gelijk geven. Proficiat, meneer! We zijn geslaagd voor de antidiscriminatietest van Stad Gent. Proficiat? Ja? Proficiat? Ja. Zijn er een beetje van aangedaan, precies. Ja. Moet me daarvoor niet feliciteren, maar ja. Ah nee? Vind je dat vanzelfsprekend? Ik vind dat vanzelfsprekend, ja. Ja? Dus je vindt dat normaal dat je iets zegt, als je dat ziet? Normaal dat het combineert of hij zo opkomt, ja. Ja. Ik vond zijn opmerking ook een beetje al gepast eigenlijk. Het leeft op kosten van de stad. Maar je vond toch dat je iets moest zeggen dan? Ja, tuurlijk. Ja. Alsjeblieft. Ja, ik pak zelf dan meneer hier. Het is echt voor u, hoor. Weet wat. Het is zoveel om het gaat. Oké.